zijn aangekomen bij het laatste stapje van de groente- en fruitketen. En dat is namelijk afvalverwerking. En wij zetten ons natuurlijk in om voedselverspilling tegen te gaan. Dus wij hopen dat groente en fruit hier uiteindelijk helemaal niet terecht komt. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dus wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd van wat gebeurt er eigenlijk in het stapje. En we zijn vandaag te gast bij Indaver. Dat is een biovergister die groente en fruit omzet in biogas. Goedemorgen. Hallo, goeiedag. Willemijn. Hallo, dag Marcel. Hi, Chantal. Welkom bij Indaver. Dankjewel. Wat doen jullie hier eigenlijk precies op deze locatie? Nou, op deze locatie ontvangt Indaver groente- en fruitafval. Wat wordt verwerkt tot groengas, tot CO2 en tot compost. We hebben een aantal veiligheidsregels, dus ik ga je prachtig aankleden met een helm en een gekleurd hesje. En dan gaan we bij elkaar blijven en gaan we het terrein op. Nou, top. Zijn we zover? Ja. Dan gaan we er vandoor. Dan gaan we die kant op. Nou, wat we nu dus zien, we zijn hier eigenlijk aan het begin van het proces. Dus alle vrachtwagens met materiaal die binnenkomt, die komen binnen. En daar aan die kant gaan die de hal in en daar wordt het verhaal wordt gelost. Dat is in het hele land opgehaald? Nee, dat is in deze regio. Deze regio. Dus het is de vuilniswagen die door de straat rijdt en dan komt hij aan het eind van de dag komt hij hierheen gereden. En lost hij zijn die dag ingezamelde hoeveelheid afval. En als het materiaal van Telers of Boer komt, dan is dat een afvalverwerkingsbedrijf die dat ophaalt? Of ja, dan komen hier niet zelf. Wij krijgen hier niet mensen met een tractor binnen, maar dat zijn vaak afvalinzamelaars. Die komen dat hier dan eventueel brengen voor verwerking. Ja, ja, precies. Het materiaal wat hier achter binnenkomt, dat wordt eerst een beetje grof gesorteerd. Dus plastic proberen we eruit te halen, de steentjes, het glasnek halen we eruit. Dan wordt het materiaal wordt verkleind, daarmee vergroot je eigenlijk het oppervlak. En dan gaat hij met lopende banden door die hal heen, gaat hij naar de vergister toe om, om te worden gevoed. Want we kunnen hier niet binnenkijken. Nee, we kunnen niet binnenkijken. Je hebt de veiligheid voor alles. Ja. Dus hier komt het binnen en het wordt gesorteerd. Hier wordt het gesorteerd en wordt het verkleind. Verkleind. En dan gaan we nu proberen synchroon gaan mee te lopen waar die vergister is. Ja. En dan gaan we daar even kijken hoe het daar gaat. Okay. Ik heb net verteld dat vanaf de losplaats van het GFT wordt schoongemaakt, wordt het verkleind. We lopen tot de lopende banden lopen deze kant op. En dan zien we daar een betonnen gebouwtje staan, dat noemen we de bunker. En in die bunker wordt het fijngemaakte GFT wordt als wagen verzameld om te zorgen dat de vergister constant kan worden gevoed. De vergister zijn bacteriën. Hoe constanter je ze te eten geeft, hoe beter ze het doen. Dat is wat eigenlijk in dit gebouwtje gebeurt. En vanuit die voorraad kun je constant die vergisters vullen. En door die voorraad kun je ook in de nacht blijven vullen en ook in het weekend blijven vullen. Want de bacteriën kun je niet vrijdagmiddag om 5 uur uitzetten en maandagmorgen om 6 uur weer aanzetten. En hoe lang zit dat dan bij die bacteriën in zo'n tank? In zo'n tank, in de vergisterstank zelf, zit totaal ongeveer 24 dagen. 24 dagen en dat zit er dan een beetje te gisten, moet ik me dat Nee, dat is 24 in een bak eigenlijk een mengsel van GFT en bacteriën. Ja. Kun je straks zien, die worden in beweging gehouden door roerwerken. Ja. Waardoor ook de bacteriën en het gas wat onderin zit, kans heeft om naar boven te komen. Nou, dat biogas wat eruit komt, dat gaat naar de gasopwerking toe. Daar gaan we straks nog eventjes kijken. En na die 24 dagen is het bijna als het ware een beetje uitgewerkt. En dan gaat het digestaat, het residu trekken we eruit. Dat wordt vervolgens weer gebruikt in een composteerproces. En in diezelfde hal gaat het weer gedurende 3 weken gaat het weer terug. In verschillende vakken. Opgemengd met grove fracties, komt de lucht bij. En het eind van de keer krijg je die zwarte compost, die zwarte aarde hou je over. Dus alles wordt gebruikt. Dus alles wordt gebruikt. Dat klopt. Dat is de insteek van dit verhaal. Dan gaan we nu even richting de vergister toe lopen. Ja. We lopen even tussen de tank door. Nou, wat ik had aangegeven, het verkleinde GFT wordt verzameld in dit gebouw en hier vandaan worden zeg maar, de vergisters, die staan twee achter elkaar, worden gevoed. Dat betekent om het uur wordt er een badge via deze lopende banden naar boven gevoerd, wordt iedere keer één van de twee vergisters wordt gevoed. Nou, het proces van die 24 dagen moeten we die materie aan de gang houden. Je ziet daar in het blauw, dat zijn allemaal schroepen die erin zitten. Die draaien heel langzaam om die brei, die massa, aan het werk te houden, zeg maar. Nou, gedurende die tijd komt biogas komt er vrij. Het heeft een bepaalde temperatuur. En dan kun je voelen dat het een hartstikke heerlijk warm temperatuur is. Dus hou je handen tegenaan, je verbrandt niet. Ja. Dat is de temperatuur die ontstaat in die bak. Van 35 graden? Nee, 55 graden. Oh.
55 graden. En we hebben hier uit twee vergisters staan. En het materiaal wordt verdeeld. En het totaal van deze twee betekent dat op jaarbasis ongeveer 55.000 ton, dus 55 miljoen kilo aan groente- en fruitafval, zeg maar, door deze twee vergisters heen verwerken. 55 miljoen kilo? Ja. Dat is echt niet voor te stellen. Dat zijn een hoop zakjes appelen. Ja, ja. En hoeveel energie kan er mee worden gemaakt? Er komt op jaarbasis halen wij het equivalent van ongeveer 2,6-2,7 miljoen kubieke meter gas. Omgerekend betekent dat er ongeveer 3000 huishoudens hier aan gas kunnen krijgen om te stoken en zeg maar, te koken. Voor een jaar. Voor een jaar. En verkopen jullie dat gas dan? Ja, dat wordt als het ware wordt dat verkocht. Je bent gasproducent en een netwerkbeheer die neemt het af. Ja. En waardoor jij en ik het thuis kunnen gebruiken. Ja, ja. En het groente- en fruitafval dat je komt, krijgt degene die dat aanlevert daar dan geld voor? Of hoe werkt dat? Verkoopt die dat ook? Of? Nee. Dit is gewoon een verwerkingsstap. En een verwerkingsstap, daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Dat kost gewoon geld, deze installatie. Oh, okay. En voor afvalverwerking, daar wordt in de regel wordt daar gewoon voor betaald. Ja, ja. Dus je betaalt om je afval kwijt te kunnen? Ja, dat klopt. Het is een dienst die je verkoopt. Het is een dienstverlening, ja. Een dienstverlening, dat klopt. En dan gaan we nou een stukje richting de gasopwerking. Ja. Vanuit de vergister kwam de biogas aan. We hebben gevoeld in de pijp. Alleen biogas op zich, daar kun je nog niks mee. Dan moet je naar voren verwerken. Dat doen we hier. In de gasopwerking. Wat gebeurt ermee? Biogas, dat moet eerst worden schoongemaakt. Dat moet worden gedroogd. De stoorstoffen moeten eruit worden gehaald. En dat moet worden gescheiden van het CO2. Dat doen we hier eigenlijk binnen. Okay. We hebben hier een sigaar liggen. En daar zit ongeveer 25.000 liter aan vloeibare CO2 in. En die CO2 die wordt een paar keer per week wordt die afgevoerd. En die vindt zijn weg voor toepassing in de glastuinbouw als groeiversneller. Ah. Dus de CO2 die erin zit, heeft een nuttige toepassing als groeiversneller. Maar als een soort van meststof voor planten of zo? Ja. Dus een tomaatje wat misschien weggegooid wordt uit de glastuinbouw, komt uiteindelijk weer terug in deze tank? Misschien wel als groeiversneller. Ja. Wie weet. Dan heb je dus CO2 gehad, dan heb je het gas. Nou, op het moment dat wordt die getest, is die goed bevonden, wordt er geurstof toegevoegd en dan gaat die het netwerk op. Is het wel eens voorgekomen dat er geen afval meer was? Nee, dat is nog niet voorgekomen. We zijn een dusdanige maatschappij dat we met z'n allen zoveel weggooien, ook thuis als GFT. Dan nog steeds voldoende groente- en fruitafvalstoffen hebben. En zien jullie daar ook een stijging in, een aanbod? Nee, het verplaatst. Ja, het verplaatst. We gooien niet meer in de grijze container, alleen we gooien nu in de groene container, waardoor je er nog nuttige producten uit kunt halen. Wij zijn nog wel benieuwd van al het groente- en fruitafval wat jullie hier verwerken, maar ook gewoon zeg maar landelijk over al jullie installaties heen. Hoeveel komt er nou van boeren en telers en de industrie en hoeveel komt er nou van consumentenafval, zeg maar? Ja. Bij elkaar opgeteld ontvangen wij 2/3 vanuit de industrie en 1/3 vanuit de consument. Dus als eten hier belandt, goed eten, wat er waar in principe niks mis mee was, als het hier zou belanden, dan zou dat dan verwerk je eigenlijk de voedselverspilling. Dat klopt. Alleen dan komt het hier niet, want het komt hier pas als het de afvalstatus heeft. Dus als we het hebben weggegooid. Ja, alleen iedereen kan natuurlijk voedselafvalstatus geven. Dat is misschien het hele probleem. Dat klopt. Alleen dan is het vermengd met allerlei andere afval. Ja, precies. En dan kan ik er niks meer mee doen. Nee. Dat klopt. Nee. Dat klopt. Dus dan doe je er hier nog het beste mee wat je ermee zou kunnen doen. Dat klopt. Ja. Probeer er het beste van te maken en dat is wat we doen. Halen daar dan nog uit wat erin zit. Oké, dan zijn wij het einde van wat we hier doen. En dan gaan we nou weer lekker naar binnen toe. Gaan onze jas uitdoen. Gaan onze helmen weer inleveren. Dankjewel voor jullie komst. Nou ja, hartstikke bedankt voor de rondleiding. En graag gedaan. We hebben heel veel van geleerd. Dus, heel mooi. Nou, we hebben het overleefd toch? Geen vallende bietjes op ons hoofd gekregen. Nee, het was echt, ik vond het interessant. Ja. Het is mooi om te zien dat alle grondstoffen weer worden gebruikt. Maar ja, natuurlijk niet alles wat hier in die biovergister terecht komt, zou je terecht moeten komen. Want die gewone te grote biet of dat overgebleven tomaatje gaat hier ook in. En dat wordt bestempeld als afval, terwijl het eigenlijk geen afval is. Ja, dus ik denk als het eenmaal toch weggaat en het moet verwerkt worden, is dit echt een hele duurzame oplossing. Maar goed, uiteindelijk moeten we gewoon voorkomen dat perfect eetbaar voedsel überhaupt hier terecht komt, denk ik. Ja.